Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video en vandaag heb ik voor jullie een superleuke video. Ik sta nu in mijn kamer en zoals jullie wel lang weten, al lang gehoord hebben natuurlijk, ga ik verhuizen naar Emmen toe. En ik ben dus in de weekenden nog hier en door de week zit ik al in Emmen vanwege school. En het begint nou toch wel heel erg dichtbij te komen, namelijk over 3 weken volgens mij, iets minder dan 3 weken zelfs. Gaan we echt al een beetje helemaal over. En eind oktober zijn we echt helemaal over. Dus ja, het begint toch allemaal al aardig op te schieten. Best wel heel erg spannend. Dus ja, mijn ouders zitten ieder weekend als ik hier ben. Dan ga ik zoveel mogelijk met vriendinnen doen. En dan wil ik daar zo min mogelijk aan denken, zeg maar. Maar mijn ouders zitten iedere keer dat ik mijn kamer moet in gaan pakken. Zoals jullie zien, is mijn kamer nog eigenlijk helemaal niet ingepakt. Dus ja, ik moet van mijn ouders vandaag ook een gedeelte aan mijn kamer doen. Ik heb in 4 weken tijd wel 2 hele verhuisdozen gevuld. Die staan hier. Kijk. Tadaa! De ene zit gevuld met allemaal knuffels. Die stonden hierboven op mijn kast. En de andere is gevuld met een aantal boeken uit die boekenkast hierachter. Dus die zaten ook echt zo vol. Ik ben toch wel heel trots op mezelf hoor. Dat ik wel in 4 weken tijd wel 2 dozen gevuld heb. Ja, vandaag ga ik wel ietsjes meer doen. Ik ga nu zo meteen wat dingetjes doen. Sorry dat ik een beetje een roze hoofd heb volgens mij. Maar het licht is een beetje apart in mijn kamer. Want de zon die schijnt er anders nu in. Dus ik heb mijn luik even dicht. Maar ja, hierachter heb ik nog heel veel lege dozen staan hier. Dus die ga ik nu vullen. En ik zal jullie een beetje meenemen. Het is hier ook al best wel een beetje een rotzootje. Dit allemaal, die spullen die hier staan. Die komen allemaal achter het luik vandaan. Ik heb namelijk daar achter mijn bed die blauwe kleine luikjes. Daar. En hier zitten die grote blauwe luiken. Daar stonden heel veel spullen achter. En een groot gedeelte is ook al naar Emmen toe verhuisd. En het andere gedeelte staat hier nog. Mijn vader gaat aankomend weekend niet mee met de trailer naar Emmen. Want onze auto moet namelijk even gemaakt worden. Maar die week daarna weer wel. Dus er moeten wel wat spullen weer zijn die mee kunnen, zeg maar. Dan, want mijn vader neemt ze iedere week spullen mee. En wat wel heel erg leuk is, over auto's gesproken. Mijn vader heeft een nieuwe auto. En dat is een elektrische auto. En die heeft hij donderdag gekregen. En ik ga daar straks in rijden. Super spannend. We gaan eerst even naar een industrieterrein. Zodat ik even iets aan de auto kan wennen. Want ik heb namelijk les gehad in een schakelauto. Dus met zo'n schakel. Dan moet je schakelen als je dan gaat rijden. En dit is natuurlijk een elektrische. Dus dan is het ook een automaat. En dat is toch heel anders. Dus ik moet van mijn vader eerst even een stukje op een industrieterrein voordat ik het verkeer echt in mag. Ik heb er gisteren wel even naast mijn vader ingezeten, maar dat ding kan hard optrekken. Niet normaal. Dus dat is echt heel grappig. Ja, dat neem ik jullie ook straks wel even mee, want dat ga ik hierna doen. Daarna ga ik gelijk door naar Mo, dus dat neem ik jullie natuurlijk ook mee. Met Mo gaat het trouwens echt al een heel stuk beter gelukkig. Dus daar ben ik echt mega blij mee. En ik ga vanavond ga ik iets heel leuks doen. Ik ga namelijk met Denise, Rachel en Fabienne ga ik wat drinken. En we gaan waarschijnlijk tapas eten. Dus dat is super lekker. Daar heb ik echt heel veel zin in. Er zit nu een nieuw tapas restaurant hier. Dus daar gaan we waarschijnlijk heen als er nog plek is. Want ik moet nog reserveren. En ja, het is meestal wel heel erg snel vol. Maar dat is wel echt super leuk. Dus ik ga nu in ieder geval eventjes een beginnetje maken aan mijn kamer. Dan zal ik jullie even in meenemen. En daarna gaan we lekker auto rijden. En dan ga ik jullie de nieuwe auto laten zien. Ik zal hem trouwens meteen uit het raam al even filmen. En ja, daarna gaan we lekker naar Mootje toe. Dus ja, wordt wel een leuke dag. Kijk, hier staat hij al. De nieuwe auto is een zwarte Nissan Leaf. Nou, hij is dus elektrisch. We hebben nog nooit eerder een elektrische auto gehad. Maar het is wel heel grappig, want als hij s'avonds hier aan het stroom ligt, dan zie je echt zo op de voorkap van de auto, zie je dan zo 3 van die blauwe streepjes. Zeg maar net zo'n batterijtje dat zichzelf vult. Dus dat is heel grappig. Maar ja, straks ga ik er dus voor het eerst in rijden en daar heb ik mega veel zin in. Dus dat wordt heel erg leuk. Oké, nou ja, ik dacht vandaag dat ik zou beginnen misschien hier met al die paardenfijntjes om dat een beetje op te ruimen. Maar ik vind dat gewoon ja, een beetje een leuk aanzicht als ik hier in mijn kamer nog kom. Dus ik wil eigenlijk dat soort dingen gewoon een beetje als laatste doen. Want als ik dan in het weekend nog hier thuis ben, dan kom ik niet zeg maar in zo'n lege ruimte binnen. En ja, dat is natuurlijk wel het meest gerelateerd aan paarden. Dus dat wil ik wel graag houden. Ik heb wel dit doosje hier gevuld. Kijk, hier zitten... Au, dat was mijn knie die knakte. Maar hier zitten me wat oudere rosetten in. En ook allemaal ja, wat vaantjes.
En ja, wat ik dus altijd heb gedaan is, ik schrijf op elke rosette erachter wanneer ik hem heb gewonnen, wat ik heb gereden en zo. Zodat ik dat allemaal, als ik dat nu nog terugzie, dus allemaal nog weet en ook met welk paard het is en zo. Maar ik heb bijvoorbeeld hier dit soort vaantjes, heb ik zelfs nog. Deze zijn echt al heel oud hoor. Dit was toen ik zeg maar nog op de Burg reed en daar op ponykamp ging. Dan deed ik van die certificaten aan. Dan moest je een stukje theorie doen. En volgens mij moest je ook een stukje rijden, een proef of zo. En als je dat dan haalde, dan kreeg je zo'n vaantje. En ik heb dan van de... Dit is de B+, maar dat was al... Je hebt ook nog de A, dat is een iets lagere klasse. Hier heb ik hem van de B. Ja, ik ben dus tot B+ gekomen. Maar volgens mij heb je ook nog allemaal CD. Ik weet niet allemaal meer hoe dat werkt. Maar die heb ik dus allemaal nog. En hier, dit is een vaantje van voorwaarts. En deze is van... Oh, deze is niet zo heel oud. Deze is van het kerstconcours 8e prijs met Iliandro in de klasse B. Op progressief. En toen mocht ik dus door naar de finale. Daar is deze van. Ik heb ook eentje tussen zitten die helemaal niks met paarden te maken heeft, maar met turnen. Ik heb namelijk vroeger op turnen gezeten. Ik zal eventjes eentje verder naar onder pakken. Misschien is dat wel leuk. Ik ben al wat ouder. Deze. Hier had ik een derde prijs met Ferrari op de dressuurclubkampioenschap. Dat is echt heel erg lang geleden. Ferrari was een van mijn allereerste lievelingsponies. Die hangt daar ook boven op een schilderij. Dat is Ferrari, die hebben jullie nooit gekend. Want toen filmde ik nog niet video's voor YouTube. Maar ja, dat was zeg maar gewoon een manegepony. Toen kende ik Mo ook nog helemaal niet. Die leeft helaas niet meer, want die was toen al wel ietsjes ouder. Zeg maar niet super oud, maar wel wat ouder toen ik überhaupt begon met rijden. Maar ja, dat was echt veruit een van mijn lievelings. Dat was echt een schatje. Echt een leuk paard. Maar ja, die hangt nog altijd aan mijn muur. En dat schilderij gaat sowieso ook mee naar Emmen. Hier in dit doosje heb ik dus alle rosetten zitten. Die gaat in ieder geval mee. Ik moet even kijken of ik hem nu hier in de eerste doos doe. Ik heb altijd zoveel problemen met het invouwen van die dozen. Deze heb ik dan voor elkaar gekregen. Maar er staat daar een doos. En die ga ik echt door mijn vader of zo laten optillen. Want volgens mij als ik die optiel, dan valt die hele bodem er aan de onderkant uit. Ik heb heel veel duct tape erop gezet. Maar ik weet nooit hoe dat moet. Hoe dat gevouwen moet worden. Dus ik hoop dat deze goed is. Ik denk dat ik deze doos ga vullen met allemaal spulletjes hier uit mijn kaptafel. Maar ik heb altijd ook een beetje een probleem met spullen weggooien. Want ik heb hier echt dingen in zitten van toen ik echt heel klein was. Dus ik heb bijvoorbeeld hier nog een spelletje zitten met hoe je... Amuletten en toverdranken moet maken en zo. Toen was ik echt nog heel klein. Maar ja, ik vind het altijd moeilijk om weg te gooien. Ook al weet ik dat ik dat nooit meer ga gebruiken. Ik vind dat altijd zo'n dingetje. Net alsof je iets levends weggooit. Ik heb, ja, dus misschien denken jullie nou echt, ze praat echt lariekoek. Maar ja, dat is wel een beetje zo. Ik vind dat altijd een beetje een dingetje, spullen weggooien. Maar ja, ik denk dat ik mijn moeder dat gewoon laat doen. Die laat ik wel met de vuilniszak door mijn kamer heen gaan. En dan gooit zij alles er wel in. Ik ga in ieder geval nu even mijn eerste doos vullen. Oké, nou ik zit nu in de auto. En ja, dit is dus de binnenkant van de nieuwe auto van mijn vader. Hier echt zo'n heel gaaf schermpje. En hij geeft dus precies, ja we reden net achteruit. Dus hij gaf precies aan waar dan de... Waar je in de buurt komt van dingen die je niet met de auto wil aanraken ofzo. En ja, hier zie je dus, er is geen schakelaar aan, maar het is dus een automaat. En ja, zo'n elektrische auto hoor je bijna niet, dat vind ik zo apart. Ja, ik kan in ieder geval heel hard optrekken. En kijk naar de kleding. Ik moet even mijn gordel omdoen, want anders blijft die piepen. Zo, we rijden dus nu naar een industrieterrein toe en daar ga ik eventjes rijden voor het eerst in deze auto. Daar heb ik heel veel zin in, want ja, zoals jullie wel weten heb ik natuurlijk mijn rijbewijs. Oké, nou ik heb net een heel klein stukje op het industrieterrein gereden. Maar hij rijdt echt super fijn. En ja, het is wel een beetje raar dat ik dus geen koppeling heb. Want normaal, iedere keer als je afremt of terugschakelt of omhoog schakelt, dan moet je iedere keer je koppeling erbij pakken. En dat hoeft dus nu niet, want je hebt ook helemaal geen koppeling. Dus je gebruikt je linkervoet gewoon niet. En ja, er zitten heel veel standen op die auto. Hij kan ook gewoon een auto volgen. Dan remt hij zelf af en dan rijdt hij weer naar die auto toe, zeg maar. En je kan ook een stand inschakelen dat zodra je gas loslaat, dat hij remt, zeg maar. Dus ja, er zitten heel veel standen op. Het is echt heel bizar. Maar hij rijdt wel echt super fijn. Dus ja, ik ben nu onderweg naar stal. Nou ja, nu is het gewoon even heel erg wennen dat ik geen koppeling hoef te pakken, zeg maar. Maar ja, het is wel echt een hele mooie auto.
Ik ben net bij Meutje aangekomen. Die staat hier achter me. Viespeuk. Hij krijgt ook helemaal een wintervachtje nu. Omdat ik natuurlijk niet zoveel meer mee doe. Hij staat hier op stal. Gisteravond heb ik hem dus weer gezien. Nadat ik weer een weekje in M heb gezeten. Ik baal wel echt van iedere keer dat ik hem niet zie. Maar als het goed is, is dat binnenkort voorbij. Komt hij lekker in huis. En dan kan ik hem elke dag zien. Ik ben dus bij Mo. Ik ga hem zo meteen eventjes een zalfje op die plek smeren. En dan ga ik hem nog even wandelen. Maar voordat ik dat ga doen, heb ik iets heel erg leuks voor jullie. Het is namelijk een soort van winactie. Het is gewoon een winactie eigenlijk. Maar het is voor echt iets zo ontzettend mega's vet. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal, ik denk dat jullie daar echt wel allemaal van gehoord hebben. Is van de film White Star. Die waar Britt Dekker dus ook in speelt. En George, haar paard vooral. Deze film gaat dus over een bijzondere band tussen paard en ruiter. Het is echt een, denk ik, een hele gaaf film. Ik heb hem nog niet gezien. Maar wat er nu zo heel gaaf is. Ik mag 2 vrijkaarten voor de première weggeven. En deze winactie die komt op Instagram. Dus je hoeft niet hieronder in de reacties ervoor te reageren. Maar hou dus mijn Instagram even heel goed in de gaten. Gewoon paardrijden met plezier. Ik mag namelijk 2 vrijkaartjes weggeven voor de première van White Star. Hoe ontzettend gaaf is dat? Deze is op 8 oktober in Tuschinski in Amsterdam om 8:30 s'avonds. Dus check eerst even voordat je meedoet of je wel kan. En ik zelf ben ook op deze première aanwezig. Echt heel erg vet. Ik heb daar echt mega veel zin in. Ik vind het zo cool dat ik daar ook aanwezig mag zijn. En ik ben echt heel erg benieuwd naar de film. In de link hieronder in de beschrijving zal ik even het linkje zetten naar de trailer van White Star. Mocht je die nog niet gezien hebben. Ik ga er wel vanuit dat de meeste van jullie die al gezien hebben. Maar daar kun je zien waar de film precies over gaat. Ik ben dus echt super benieuwd. Ik heb mega veel zin in. Maar hou dus mijn Instagram daarvoor eventjes heel erg goed in de gaten. Want daar komt dus deze week een winactie voor voor 2 vrijkaartjes voor White Star op. Ik ga nu mijn eigen White Star. Die is niet helemaal wit, maar ga ik meenemen. En even op de wasplaat zetten. Ik moet hem ook echt wel even poetsen, want hij is zo vies. En ik heb hem gisteravond nog gepoetst. Hij is gewoon echt bah. Dus ik ga hem denk ik ook even wassen. Ik heb nu toch eventjes de tijd. Dus ik heb net trouwens in de auto gereden, was echt heel leuk. Jullie zagen me er wel in rijden, was echt, is echt een coole auto, dus dat is heel chill. Kom hier, Mo. Je staat me wel leuk aan te kijken, maar je moet komen. Kom. Nee? Ja? Nee? Twijfelt. Maar ik ga hem even meenemen. En ik sta hier nu bij mijn meutje. Ik heb hem even op de wasplaats gezet en hij liep al best wel weer een stukje beter dan een hele poos geleden. Hij loopt echt wel veel beter. Hij is echt super vies. Oh, ik heb een beetje donker. Ja, daar zijn we weer. Hier ook. Dus ik ga hem even snel wassen. Fabienne is toch nog eentje aan het rijden. Want die gaat zo meteen mee naar Barneveld. Omdat die gaat dus vanavond ook mee tapas eten. Dus die is er nu nog in aan het rijden. Dus dan kan ik Mo even snel wassen. Tarky. Ik denk dat hij in de stront gelegen heeft in zijn stal. Hij is verder wel heel vrolijk, gelukkig. Hij is niet depressief zo. Want daar was ik best wel een beetje bang voor. Omdat hij dan echt 24/7 op stal moet. Dat hij een beetje depressief zou worden. Maar het valt allemaal gelukkig mee. Kijk, hij kijkt best wel vrolijk voor zich uit. En als ik kom ook. En als ik met hem loop ook. Dus ik denk dat het wel redelijk goed met hem gaat. Op nadat hij dus dan zo vies is. En dat hij pijn heeft aan zijn been. Maar ik ga hem nu even lekker even wassen. Niet heel uitgebreid. Maar gewoon even lekker een sopje eroverheen. Dat hij even ook wat een beetje van dat huidvet kwijtraakt. Want dat is wel heel... Kijk, als ik één keer met mijn vinger eroverheen ga. Is het helemaal bruin en grijsachtig. Dus ik heb het helemaal niet. Maar ik ga hem eventjes lekker wassen. En dan ga ik nog even een rondje met hem lopen. Een beetje laten grazen. Normaal zit hij natuurlijk op de wei, maar ja, dat kan hij nu ook niet. Dus dan laat ik hem gewoon even grazen af en toe. Dat ga ik eventjes met hem doen. Beetje lekker eten. Oké, ik sta hier nu met Mo. En Mo is een beetje naar de weg aan het kijken en een beetje aan het grazen ondertussen. Hij was helemaal happy toen ik net naar buiten liep. Ik heb hem natuurlijk eventjes gewassen, dus hij is een beetje nat. Maar gelukkig schijnt het zonnetje, dus ik stap hem een beetje een rondje en laat hem een beetje opdrogen buiten. En dan moet ik even kijken, want het is best wel warm. Dus een zweetdeken is denk ik niet echt nodig. Maar hij is in ieder geval nu even lekker van zijn grasjes aan het genieten. Ik heb hem helemaal schoongemaakt, want hij was gewoon dat vet wat ik net al zei. Dat was zo vies. Normaal is het natuurlijk niet goed om een paard te nemen en niet in de berm. Snik op. Kom. Pas op. Oh, goed zo. Natuurlijk is het normaal niet goed om een paard heel vaak te wassen. Omdat dat vet wat op de huid zit wel goed is. Maar hij had wel echt iets te veel, zeg maar. Dus ik heb hem even lekker schoongemaakt. En hij shined weer. En hij loopt echt al een stuk beter. Jullie zien ook al, hij shockt niet echt zo
voet helemaal weg, zeg maar. Moet hem even een beetje in de gaten houden bij het hek hier. Oh, kom maar, jongen. Oké, dan gaan we hier even grazen. Hij heeft nog steeds zijn eigen willetje, nog steeds een eigenwijze pony. Ik ga hem zo meteen lekker op stal zetten. En Fabienne is bijna klaar met rijden. En dan gaan we naar mijn huis toe. Ik denk dat ik nog even verder ga met inpakken. Want ik heb dus nog maar 1 doos gedaan thuis. Dus nu staan er 3 in totaal. Wauw, jongens. Echt superveel. Maar ik vind het gewoon moeilijk wat ik er allemaal in moet doen, zeg maar. Ik weet het niet zo goed. Maar ja, Mootje gaat zo meteen weer lekker op stal. Dan ga ik nog even met Fabienne kijken. Dus dan zie ik jullie zo wel weer. Miepie. Oké, nou ik ben nu weer thuis. Ik ben dus net van motor gekomen. En gelukkig liep me al echt een stuk beter. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Morgen ga ik ook nog eventjes naar Mootje toe. En dan morgenavond gaan we natuurlijk weer naar Emma toe. Ik heb in die tussentijd, dat voordat ik naar Mo ging en in die auto heb gereden, heb ik wel 1 hele doos gevuld. Zijn jullie niet super trots op me? Maar ja, hier staan er nu dus 3. Ik ga me nu omkleden, want over een uur gaan we weg. Gaan we lekker uit eten. Daar dus heb ik veel zin in. Gaan we wijnen. Dus ja, ik denk misschien dat ik nog 1 doos even voor gooi met spullen wat ik er zo in kan gooien. Dan heb ik in ieder geval 2 dozen gedaan. Dan hoef ik er morgen weer eentje minder. Maar ja, ik ga dus nu eventjes mezelf omkleden en klaar. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. De video die donderdag online komt, die wordt heel erg leuk. Kijk die ook zeker even. En check, hou mijn Instagram ook in de gaten voor die 2 vrijkaarten van de première van White Star. Dus ja, geef deze video een duimpje omhoog. En wil je nog mijn vorige video zien, check dan even deze video of deze afspeellijst voor nog veel meer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!